In het Estadi Johan Cruijff speelt PSV Vrouwen de returnwedstrijd in de Champions League tegen FC Barcelona. Het grote FC Barcelona dat een week geleden nog met 4-1 te sterk bleek voor PSV Vrouwen. En Barcelona begint ook ontzettend goed aan deze wedstrijd. Het is Caroline Hansen, de Noorse, met na 4 minuten spelen al de 1-0 voor FC Barcelona. Schot met buitenkant rechts in de verre hoek. Geen kans voor Sari van Veenendaal. En dus gebeurt er in Barcelona wat er ook gebeurde in Eindhoven. Een vroege voorsprong voor Barcelona. En vlak voor rust wordt het 2-0. Daar is ze weer, Lieke Martens. En ook dit gebeurde in Eindhoven. Vlak voor rust de tweede treffer voor Barcelona. En dan is het duel natuurlijk beslist. Want in Eindhoven werd het al 4-1 voor de Catalaanse vrouwen. En nu dus al 2-0 na rust. Opnieuw Barcelona, opnieuw Hansen, opnieuw de verre hoek. En dan staat het 3-0. En de vraag is dan, hoe ver loopt de score op? PSV verweert zich kranig daar in Barcelona. Maar het krijgt toch al 3 goals om de oren. In minuut 75 wordt het 4-0. Opnieuw Lieke Martens. Dit keer uit de hoekschop van Maria Leon. Martens daar tussen wat PSV-speelsters in. Van Veenendaal kan niet keren. En dan staat het dus 4-0. Maar net als in Eindhoven komt er een eretreffer. Een verdiende eretreffer voor PSV-vrouwen. En het is weer Joelle Smits die het doet. Naar uitstekend voorbereidend werk van Esmee Brugts. PSV-vrouwen. Het verliest met 4-1, maar is wel een ervaring rijker.